En Anastasia Kanapé-Pocky is de nieuwe directeur van het Centraal Bureau Burgerszaken. Ze is gisteren in bijzijn van vicepresident Ronnie Brunswijk en de minister van Binnenlandse Zaken Bronto Somoharjo verwelkomd. Kanapé-Pocky is vanaf 2004 werkzaam op het CBB en wel op de afdeling Binnenland. Ze heeft ook haar ondersteuning gegeven aan de afdeling Paspoorten. Vanaf 2012 geeft ze leiding aan de afdeling Centraal Bevolkingsadministratie Bewaking. Vice-minister Somoharjo feliciteerde de nieuwe directeur en zei het volgende. De directeur heeft een hele zware taak. U wil veel doen en we willen veel met u doen. We willen het CBB efficiënter maken. We willen in de verre gebieden CBB-kantoren openen, zodat mensen makkelijk aan een uittreksel kunnen komen. Aldus Somoharjo. Hij wees Anastasia Kanapé-Pocky ook op de klachten over het CBB vanuit de samenleving. Niet bij alle klachten ligt de schuld bij de ambtenaren. Samen met de nieuwe CBB-directeur gaat Somoharjo werken aan een betere service naar de samenleving toe.